Goedemiddag, welkom in De Pont. Kun je jezelf voorstellen? Ja, mijn naam is Mark Schot. Ik ben 26 jaar oud. En ik woon sinds kort in Amsterdam. En ik heb net mijn studie afgerond, een master in Sustainable Energy System Management. Heeft heel veel betrekking op groene energie en ook kijken naar de economische kant. Nou, wat ik zeg, zojuist afgerond en ik ben mij eigenlijk een beetje in het veld gaan rondzoeken van wat allemaal interessant voor mij is als een baan. En dan kwam ik ook Fairchart tegen. En toevallig ken ik dan via iemand van Fairchart, maar wat mij heel erg aanspreekt is dat Fairchart heel innovatief is met de technologie. Bijvoorbeeld, je hebt zonnepanelen, windmolens, dat kennen we allemaal wel. Alleen het is een technologie wat eigenlijk denk ik, moeilijk te begrijpen is voor mensen, maar heel veel problemen op kan lossen. En dat is op verschillende niveaus. Dat kan zijn CO2-opslag voor het klimaat, maar ook de armoede. Misschien oorlog, maar ook inderdaad voeding. Het zijn allemaal zaken die eigenlijk bij elkaar komen. En daarom vind ik het eigenlijk een heel interessante technologie. Maar ik ben zeker geïnteresseerd om er mee te werken. Nu moet ik wel zeggen, ik wil zelf ook nog wel meer in gaan lezen van hoeveel effectief het is. En of het echt gaat werken, of het businessmodel goed in elkaar zit. Maar als er daar een keer een rol voor mij vrijkomt en ik heb de tijd ervoor, zou ik graag met zoiets bezig kunnen zijn. En dat komt omdat ik na mijn studie vooral wel een doel opgezet om mee te helpen of de transitie van energie te stimuleren. En dit zijn natuurlijk wel een mooi moment om daar een steentje bij te dragen. Thank you.